Welkom iedereen, weer een nieuwe aflevering van Biederman Fire Spirits. Vandaag, wie ben jij? Ik heb geen idee, wie ben jij? Beter vraag is, wat zijn hun? Want we hebben hier onze grote, grote vriend Tommy. En ja, je hebt ook mensen die gewoon veel te veel lijken op Tommy. Dus ja. Nou, dan moeten we op zoek naar een volgende strikeshot. Ik vind het ook zo mooi van... Ja, ik ben het allersterkste. Ja, precies. Oeh, Waterfall. Laten we even kijken wie er is in Waterfall. Want waarschijnlijk is er helemaal geen tering te doen in Waterfall. Maar ja, laten we even kijken wat er te doen is in Waterfall. Ik weet eigenlijk ook niet eens of sommige plaatsnamen daadwerkelijk voorkomen. Nee, Waterfall is geen plaats. Daytoon. Dus ben ik wel eens tegengekomen van Gunos. Gunos was geband van tournaments. In de manga tenminste, in anime niet. In de manga, omdat hij Biedermans gebruikt tegen jagers. Omdat hij op zijn mammoethuisdieren aan het jagen was. Ondertussen zien we daar een hele mooie cannon. En die zijn heel mooi. Jammer genoeg verlies je altijd wel wat outfits. Dus ja. Hé, hey, Kobold, ik mik links, hè, niet rechts. Ik vind hem zelf wel geinig. Wij winnen nu consequent van onze grote vriend hier. Van Gunos. Alleen, ga je naar Fire Spirits... De eerste die heeft gewonnen was van Yamato. Nou ja, daar kan je nog het argument geven dat dat niet helemaal eerlijk verliep. Hij verloor van Yamato in Ultimate Strike. Hij won van de Beater Gang. Hij won van Yamato, Terry en Joe. Hij verloor weer van Yamato. En maar won weer van de Beater Gang. Gunos is een rare karakter. Is een hele rare karakter. Beetje een rare karakter. Dus ja. Nou, ondertussen weten we wie dit is. Als je afvraagt van... Hey, waren die maskers ook daadwerkelijk in anime? Nope. Ik snap ook niet waarom ze Hadja controleren. Want Hadja is al douchebag genoeg. En om het ook nog een beetje interessant te maken. Hadja's battle record is als volgt. Hij verloor van Yamato in Ultimate Strike. No result tegen Gray. Hij wint van Lina. Verliest van Gray. Verliest van Terry. Wint van Joe. Rekening mee houden dat de Wikia niet helemaal compleet is. Maar vooralsnog, dat is geen grote battle record. Dat is best wel triest eigenlijk als je erover nadenkt. Maar ja, Gil Scorpion blijft wel een van de meest gave, dus... Dat maakt Hadja nog wel interessant. Oh ja, dan is je afvraagt van, oké, waarom win je sommige matches wel wanneer hij rood bereikt en wanneer moet je nog een keer eentje extra raken? Ik heb geen idee. Soms breng je zijn HP gewoon naar rood toe en dan gaat de fight nog door. En soms... heb je hem gewoon perfect op rood en zeg je van, weet je wat, nu is de fight wel voorbij. Het is niet echt logisch dit. Nou, we hebben weer de money. En het zijn supersterke maskers, echt supersterk. Je wint van een Biederman. Of je wint van een Bieder
player of geef maar een naam. En dan gaat het masker kapot. Heel raar. Hey, weer een part. En ja, je bent er achterlangs, betekent zijn we een stenen biedeman aan het verzamelen. En de rest zien we later. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.